Goedemorgen bij weer een nieuwe weekvlog. En volgens mij is dit alweer weekvlog 20. Wat gaat het toch snel, jongens. En vandaag gaan we met de Kijkse Kijkenclub mee van Ed Deist. Ik heb er wel zin in. En Sybren is niet mee, want die is bij zijn caravan en krijgt zijn grote broer op bezoek. Dus ik ga alleen erheen en ik rijd dus mee met mensen. Dus ik ben wel benieuwd hoe het is om alleen daar naartoe te gaan. Want eigenlijk ben ik altijd met Sybren samen geweest, dus... Ik ben weer thuis en het was best leuk, dus ja, het is ook wel gek hoor, zonder Sybren dan. En hij belde ook echt middenin, dat hij zoiets had, nee, wat bel je nou? Maar ja, het was ook echt middenin, ja, meer het spirituele van de middag. Want we hadden zeg maar een soort vortex, noemen ze dat, gecreëerd. Dus dat is een soort ronddraaiende energie die tegen de klok in is. En dan mochten we dan één voor één in het midden staan en dan kijken wat je voelt. En dan ga je meestal vanzelf al een beetje zo schommelen en ronddraaien. Ja, was best bijzonder. Het is ook best leuk om dat zo met een groepje mensen te doen. Zo, ik heb even wraps gegeten. En ik ga nu nog zo'n pannenkoekje met chocola weer doen. Als toetje. En daarna ga ik de stad weer in. Want ik heb met Sybren en zijn broer in de stad afgesproken om daar even wat te drinken. En dan ben ik zo direct meteen al bij Sybren. Want morgen heeft hij zijn verjaardagsfeestje. Dus ik moet straks niet vergeten om zijn cadeautje ook mee te nemen. Dus ik moet zo even mijn tas gaan inpakken en zo. En ik denk dat ik even de foto's... Oh, mijn pannenkoekje is klaar. Dat ik even mijn foto's nog binnenhaal. Zodat ik die even online kan zetten. Die ik vanmiddag gemaakt heb. Bij de Kijkse Kijkenclub. Pannenkoekje, pannenkoekje. Kijk, daar ligt die. Het cadeautje van Sybren is nu ingepakt. Lekker roze. Leek me lekker fout. Kijk, ik heb wat foto's geplaatst op Facebook. Ik heb mijn haar los toen ik naar mijn werk kwam. Toen was iedereen zo... Ja.
wel, maar niet. Gaan we dit maar eens proeven, dat is wel lekker hoor. Maar hij was echt goed, ja. Want ik heb hem gekeken. Goedemorgen! We hebben gisteren echt tot 4:30 in de kroeg gezeten, volgens mij of zo. Of nee, toen zijn we weer thuis gekomen. Tot denk ik 2 uur, 3 uur, ik weet niet. Ik moest nog naar huis fietsen, dus. Met zijn broer samen in de kroeg, wat best gezellig. Ik heb niet zo heel veel gefilmd, maar het was wel echt leuk praten en zo. En hij is vanmorgen heel vroeg al weggegaan. Wij hebben een beetje uitgeslapen. En Siep is nou buiten een composttoilet aan het maken. Omdat ja, zijn feestje is vandaag. Dus vandaag moeten we alles nog even klaarmaken, ook buiten. Zodat er een feestje gegeven kan worden hier. Maar ja, we zijn wel een beetje brak. Het kacheltje staat alweer aan. En dit moet nog een leuke feestelijke tuin worden. En deze greppel moet er wel iets op bedekken, want anders gaan mensen erin vallen. En nu is het al zo. We hebben een vuurplek. Met allemaal ronde stammetjes van boomstammen en de bank. En deze gat is nu bedekt met hout. Ja, behalve dit kleine stukje dus. Maar de rest is allemaal bedekt met hout, dat niemand erin kan vallen. Slagveld is. Het valt nog wel mee. Wat lege flessen. En kijk, het vuur is nu gewoon nog aan van gisteren. En hier alle afwas. Al geordend. Maar het was wel leuk. Geslaagd feestje, ja? Ja, zeker. Nou, mooi.
Nou, daar zijn we weer. Ik was dus bij Zuidpost aan het schoffelen. Of naschoffelen. Onkruid wieden op mijn knieën. En mijn fiets was stuk gegaan. Dus die heeft Siep als het goed is nu gerepareerd. En nou ga ik maar eens even wat met de avocado doen. Die ik mee heb genomen bij Zuidpost. Guacamole maken. En wraps eten met sla. Want daar ligt ook de sla. En dan straks naar een voorstelling. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Dat is in een schoolgebouw. Ook door de school die heeft dat georganiseerd volgens mij. Ik weet niet hoe het heet ofzo. Dat heb ik eigenlijk niet opgezocht. Maar we zullen vanavond wel zien of het leuk is en zo. Hallo, het is weer avond. Zo, ik ben moe. Nou, ik ben dus terug van de voorstelling. Alleen Samen heette het. En het is dus van de Pontus Pieter Zeeman heet die school. Daar hebben ze dus dit toneelstuk voortgedragen. En het was best wel leuk. Dus ik ga zo slapen. En dan ga ik morgen hopelijk mijn vlog afkrijgen. Mijn nieuwjaarsduikvlog. Omdat ik die online zet. Goedemorgen. Zo, het is al eventjes dat ik wakker ben. Ik zit een beetje YouTube filmpjes te kijken in bed. Oh. Maar ja, ik moet natuurlijk eigenlijk mijn eigen vlog ook nog eventjes afmaken. Dat was wel de planning voor vandaag. Als het goed is heeft Sybren mijn fiets mooi gerepareerd. Dus die komt die tussen de middag even hier brengen. Dus daar ben ik wel heel blij om. Een mooie blauwe lucht. Zo. Het is echt super mooi weer. Maar het is wel echt super koud. Kijk, zon. Super mooi. En Siep is net langs geweest. Hij heeft even bij mij gegeten. En hij heeft mijn fiets teruggebracht. Kijk. Want deze staven, waar dus mijn koplamp aan zit, en deze, die waren kapot. Dus mijn mandje zat helemaal los. Komt waarschijnlijk omdat ik gewoon te veel boodschappen meeneem. Oeps. Maar hij heeft gewoon nu een nieuwe staaf erop gezet. Je kan ook zien dat die veel dikker zijn dan die staafjes. Maar nou zal die hopelijk niet zo snel meer afbreken. Maar ja, ik ga nog even mijn nieuwe fietstas erop doen. Die ik bij de ruilwinkel had gehad. Mijn oude zijtas waren heel erg aan vervanging toe. Het was helemaal losgescheurd. Nou ja, ze zagen er gewoon niet meer uit, jongens. Dat kon echt niet. Dus nu heb ik nieuwe. Of nou, een nieuwe. Tweedehands van bij de ruilwinkel vandaan. Nou, het ziet er toch wel weer wat beter uit. Het vloggen gaat nog niet zo snel, het editen. Zo, ik ben weer thuis van het rennen. Ik heb een mooie kop op de camera. Het ligt hier zo raar. Vreemd. Nou ja. In ieder geval, ik ga zo lekker even douchen. En dan naar bed. En mijn vlog is ondertussen aan het editen. Dat die op online komt. Dus dat is mooi. Die heb ik afgekregen vandaag. Dus dat is top. Dat was ook mijn planning en het is gelukt. Dus daar ben ik blij om. Goedemorgen. Nou, ik heb mijn vlog online gezet. Vlog 15. Waar ik een nieuwjaarsduik doe. Dus ik ben blij dat die eindelijk klaar is. Oh.
En ik ga zo dus naar de ruilwinkel toe. Zoals je al kan zien aan mijn kleding. Dus ja, ik ga wat spullen meenemen. Ik heb net een stapel boeken die ik toch niet ga lezen. Hier ligt de stapel. Ja, ze zijn allemaal zowat nog gewoon nieuw. Maar ik ben niet zo'n boekenlezer. Dus ik dacht, ik ga dat eens even uitzoeken. En dan mag je er 5 van meenemen. Dus ik neem er 5 mee. En dan ga ik eens kijken of ze nog beddengoed hebben voor Sidon. Want die zocht nog nieuw beddengoed. Dus dat gaan we eens even kijken. Maar ja, dat weet je niet. Misschien hebben ze het niet. We zal zien. Maar ik ga nu even snel eten, want anders kom ik nog te laat. Het is koud. Maar wel lekker zonnig. Fijn. Weg naar huis. Ik ga zo samen met Siep bij de frituur eten. Want hij heeft helaas slecht nieuws dat ze weg moeten uit de boerderij. Het is wel balen, want hij heeft net het plekje mooi. En dan zou hij er nu alweer weg moeten. Ik hoop dat ik kan genieten van de zon. Het is wel mooi. Van even langs bij een vriend en eten bij de snackbar. En het is nou echt alweer 11:15, dus we gaan maar slapen. Want anders kunnen we morgen niet op. Hè, Siep? Dus tot morgen. Goedemiddag alweer. Op deze dag. We hebben lekker een wandelingetje gemaakt. En ik heb vanmorgen deze plant even schoongemaakt. Want hij blijkt last te hebben van luis. En alle dooie bladeren eraf. Dus nu ziet hij er weer wat frisser uit. En misschien ga ik mijn kamer helemaal anders indelen. Dus dat die plant, zeg maar, hier zo komt. Maar dan moet ik dus nog kijken of dat mooi is en of dat kan. Maar dat is nog een plan. Dus dat ben nog mee bezig. En dan gaan we eens even lekker een chocomelletje doen. Want het is best koud buiten met ijs op de dingen. En oh ja, Siep heeft nog een boeketje gemaakt tijdens het wandelen. Die staat hier op tafel dus. Mooi, ja. Ja, dat doet hij wel vaker. Dan gaan we wandelen en dan maakt hij een mooi boeket.
Rode kool uit eigen tuin. Een schnitzel uit eigen tuin. Nee. Die is uit jouw been gehaald, joh. Nou, eet smakelijk. Ik zie jou door een hele damp heen. Goedemorgen. Bij vrijdag alweer. En ik heb een beetje last van allemaal pukkels op mijn kin. Dus waarschijnlijk word ik ongesteld. Minder, maar ja. Het is nou eenmaal zo. En ik ga weer even verder hier opruimen. Want nu ligt er van alles op de grond en overal. En ik was dus met die plant bezig. Maar ja, die ziet er nu wel mooi uit. Maar nu moet ik alle andere zooi ergens kwijt. En dan eens even gaan schuiven. Kijken of het er mooier op wordt hier in huis. Zo, ik heb eventjes wat spullen verplaatst. En nou staan dingen dus helemaal anders. Zoals de plant. Die staat nu in het midden van de ruimte. En niet meer in die hoek. En ik heb dit tafeltje en de bank zo neergezet. Zo groot als een hoekbank zou zijn die ik graag wil. En dat past dus makkelijk. Dus ja, waarom niet? En de stoel staat nu daar. Dan kun je lekker je handen warmen aan de kachel. Dus dat is eigenlijk ook wel een goede plek. Dus, eigenlijk best cool. En nu dus de tv hier. Dat is nog een beetje, ja, die staat op wieltjes, dus die kan je ook verplaatsen. En ik heb deze bank op marktplaats gezet. En we zullen wel zien hoe snel dat loopt. Het sneeuwt! Hoe leuk is dat? Nou, wat vieze pleurig bende. Ja, dat vindt Sybren dan. Maar het blijft ook niet echt liggen hoor. Beetje daar op de tegels, maar voor de rest. Maar het sneeuwt wel, al de hele dag eigenlijk. Maar ik dacht, ik laat jullie eens zien. Alle algen eten ze bij elkaar. Weer dat lekkere sausje met zwarte knoflook. Het ziet er een beetje verbrand uit. Maar het is wel lekker. Nee, dat hoort zo. Slaatje, maiskolfjes en gebakken aardappeltjes. Yum yum. Yeah. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het is weer het einde van deze weekvlog. Dus vond je deze vlog leuk? Doe een duimpje omhoog. En ja, wil je iets leuks vertellen of iets zeggen over de weekvlog? Of heb je tips voor mij of wat dan ook? Nou, laat het hier beneden achter. En ja, zie je bij de volgende weekvlog weer.